We moeten een nieuw systeem verzinnen hoe we met elkaar als alle bewoners van de aarde zo met die aarde om kunnen gaan dat ook onze kinderen en de kinderen daar weer van gebruik kunnen maken van al het prachtigs dat om ons heen is. Biodiversiteit is een belangrijk onderdeel van natuur en natuurlijke systemen. Je kunt het zien als een kaartenhuis. Uit een kaartenhuis kun je wel eens een kaart weghalen zonder dat de hele boel instort. Maar op het moment dat je daar maar mee doorgaat, dan ontstaat er een bouwwerk wat heel erg instabiel is en wat begint in te storten. Vaak ziet bij het realiseren van windmolens op zee, dan kijken we van wat is de schade die een bepaalde activiteit doet. En dan gaan we die schade weer proberen te herstellen. Eigenlijk is dat een rare manier van denken. Je rijdt eerst een deuk in je auto en dan ga je kijken of je hem dicht kan plamuren. ARC zegt van probeer die deuk er niet in te rijden. Zorg ervoor dat je activiteiten geen schade doen. Maar kijk hoe je een activiteit kan gebruiken om het systeem beter te maken. Dit is een oestermandje. En we hebben dit mandje gebruikt om te kijken of het ons lukt om wilde platte oesters in de Voordelta, dus het kustgebied van Nederland, te brengen. Om te kijken of ze daar kunnen overleven en goed groeien. Is het mogelijk om windmolenparken op zo'n manier aan te leggen dat ze een positief effect hebben op de verscheidenheid en de duurzaamheid en de kwaliteit van de natuur. Om de uitrol van offshore wind succesvol te laten zijn en die biodiversiteit beter te krijgen in de Noordzee, heeft uiteraard de offshore windsector wel een verantwoordelijkheid. En dat betekent dat ze eigenlijk vanuit een intrinsieke motivatie natuurversterking binnen offshore windparken moeten gaan toepassen. How is the offshore wind sector contributing to the biodiversity crisis? Well, I actually think we're part of the solution. As an offshore wind developer, we have always been focused on avoiding impacts of our projects on nature and mitigating those impacts that we could not avoid. And now we're moving in a direction where we're much more focused. At the same time as doing that still, we're also focused on delivering positive effects. So that's a step change for us. So now we're not only looking into reducing and mitigating impacts, but also how can we promote nature and how can we actually leave nature in a better state than before we started our project. ARC en Ørsted streven hier eigenlijk naar hetzelfde doel. Hoe zorg je ervoor dat je een robuuste, zelfredzame, gezonde zee hebt waar je, daar waar mensen het nodig hebben, gebruik van kan maken? We can only get there if we collaborate with external parties that are already engaging in nature conservation, with researchers that is working on monitoring, that is documenting the effects, looking into effects of the projects we are doing. We maken heel veel rapporten, we doen heel veel studies, maar we doen heel weinig experimenten. Dus hoe het nou echt werkt, weten we niet zo goed. En dat is ook een van de taken van de Rijke Noordzee, door het gewoon echt te doen, echt te experimenteren. Meten wat er gebeurt, wel met een wetenschappelijke basis, maar vooral doen, zijn we pas echt aan het leren wat er daadwerkelijk onder water gebeurt in die windparken. I think we're really pleased to be presenting some of the work that we've done with research organisations and collaborators in order to make people aware of what Ørsted are doing, but also we're interested in finding out what others are doing and cutting edge innovations in terms of avoiding impacts to wildlife and enhancing wildlife where possible. And we're also looking for new potential partnerships and collaborations with organisations and governments. I'm sitting on a bus here on my own because I'm on a planned excursion to an offshore wind farm, and unfortunately it's very windy today, which is a great day for wind energy, but unfortunately not a great day to be on a boat, so the boat trip has been cancelled today. Can you tell me about the steps or the approach that you have in trying to enhance the coexistence with nature, like birds and bats? Radar we have been using for a while now to look at bird behavior in and around wind farms, and avoidance behavior in particular, how they avoid the turbines. What we haven't added to that is species identification, and the future is definitely coming up with automated ways of doing that. So we're working with a company called Spore from Norway, who are a software company who are developing artificial intelligence to make the species identifications of birds automatic. And the reason that's important is that some protected species, we really need to know if they're the ones that are colliding with wind turbines.
Het gaat niet goed met de Noordzee en ook niet met het Nederlandse deel van de Noordzee. Dus daar moeten we met elkaar iets aan doen. 100, 150 jaar geleden bestond ongeveer 20% van de Noordzee uit schelpdierriffen. Nu is dat 0,0 nog wat. Juist het rif als geheel, met al zijn verschillende schelpdieren die daarin zitten, zijn eigenlijk het fundament, letterlijk en figuurlijk, voor het ecosysteem, de natuur op zee. Omdat ze voedsel bieden, schuilplekken bieden, stabiliteit bieden, de bodem vastleggen. Je kan je heel goed voorstellen dat tussen al deze schelpjes, dat zie je ook wel, deze alikruiken, die gaan er allemaal lekker tussen zitten, omdat ze helemaal beschermd zijn. Ja, dat heb je natuurlijk niet op modder. Dus vandaar dat dit zo'n schelpdierrif heel veel structuur toevoegt. En daarmee meer mooie, diverse natuur maakt. Op dit moment is het zo dat er eigenlijk heel weinig plekken zijn waar larfjes van schelpdieren zich op kunnen vestigen, zodat ze zo'n schelpdierrif kunnen vormen. Als je nou kijkt hoe het mogelijk is om die windmolenparken een soort bron te laten zijn van larfjes voor schelpdieren en schelpdierriffen, kun je daarmee nog meer diversiteit creëren. Want dan hebben we niet alleen die steenbestorting, heb je ook nog eens natuurlijke schelpdierriffen. Zo, die krabbetjes die schieten weg. Het mooie van die windparken is, dat is eigenlijk een stukje gebied waar geen visserij mag plaatsvinden, dus geen bodemberoerende visserij. Het is rustig, er is heel veel hardsubstraat, want al die funderingen, alle fundatie waar die windmolens op staan, dat is staal, hardsubstraat. En als je het wel eens vergelijkt, als je door de haven loopt, zie je aan de onderkant van schepen in het water altijd van allerlei leven groeien. Nou, dat doet eigenlijk onder water, bij die windturbines gebeurt dat ook. En dat kleine leven trekt weer grote leven aan. Ja, op die manier krijg je eigenlijk een stukje, ja, een kraamkamertje voor natuur. In het project Borselen heeft Ørsted reefpipes geplaatst. Dat zijn eigenlijk een soort betonnen buizen met gaten. Die plaatsen ze op de scouwprosectie, dat zijn dus op de steenbestorting rondom de palen. En eigenlijk gaan ze daar gewoon kijken van, komen daar kabeljauw op af? Gaan die daarin zitten? Voeden ze zich daar? Misschien gaan ze zich daar wel voortplanten. It was a result of us winning the tender for the Borselen 1 and 2 project back in 2016. And already then we started internally discussing how can we then comply with the requirements for building with nature in an inclusive way. So it's still early phase. We have installed the project. The monitoring is ongoing and within half a year we already will have some interim results. Wat zijn op dit moment, denk je, de uitdagingen op de Noordzee? Ja, de uitdaging op de Noordzee is dat het Nederlandse deel van de Noordzee een van de drukste zeeën ter wereld is. Er zit scheepvaart, visserij, toerisme, olie en gas, defensie, natuurgebieden. Ja, en dan nu ook de nieuwe gebruikers, de offshore windsector. Wat ik denk is dat wij op een andere manier moeten gaan kijken naar de natuur op zee. Dat is er niet alleen maar om dingen uit te halen. Daar moeten we ook dingen voor terug doen, om ervoor te zorgen dat die gezond blijft. En dat is iets wat bij alle gebruikers tussen de oren moet komen. Dus als we nou praten over winnaars en over kansen, dan is er volgens mij voor iedereen echt wel een plek. Alleen ja, wel op een andere manier dan dat we het nu doen. Als je zo kijkt naar de verte, denk je dan dat het gaat passen, al die windmolens nog erbij? Ja, de ruimtelijke ordening op zee, daar zullen we echt naar moeten kijken om ervoor te zorgen dat je dat ook op een, nou ja, op een verantwoorde manier kan doen. Want zomaar de hele Noordzee volplempen met windmolens, dat gaat hem echt niet worden. Daar kan de zee, zeker zoals ze nu is, niet tegen. Maar op het moment dat we samen de schouders eronder zetten en eraan werken dat er ook een plek komt om de natuur en de diversiteit een plek te geven, dan denk ik dat we een heel eind komen. I really believe that the offshore wind development must and can go hand in hand with also improving the marine biodiversity and the general environmental status in the sea. Op het moment dat we samen de natuur, het milieu om ons heen gebruiken, hoe kunnen we dat op zo'n manier doen dat het ook voor onze kinderen nog werkbaar is? Dus ik droom ervoor dat we die weg naar boven weer samen kunnen vinden, omdat dat niet in mijn belang is, niet in het belang zoals we hier nu zitten, maar in eigenlijk het belang van de wereld.